De overvloedige regenval van 12 dagen geleden heeft plaatsgemaakt voor prima omstandigheden voor een voetbalwedstrijd. Het is koud net boven het vriespunt hier in Tilburg. Maar het is in ieder geval droog en het veld ligt er stukken beter bij dan 12 dagen geleden. 33 minuten voetbal dus in Tilburg. De verwachting is dat beide ploegen vol op de aanval zullen starten. De wedstrijd is begonnen. Nalban Toglu heeft met de ingooi het spel hervat in de 58ste minuut dus. Oh, keeper in de problemen zeg. De Ridder is snel. Bijna gaat Ma en Pa daar gigantisch in de fout. Dramatisch begin dus voor de keeper van Willem II aan het restant van deze wedstrijd. Van der Heijden. Zo is hij twee man kwijt. Jan-Arie van der Heijden. Bal voor Richters. Ja, dat moet dan toch in ieder geval wat voller geschoten zijn. Dit is wel bedacht door Hutten. En Richters uiteindelijk met het schot. Dat is Hens van Pereira, maar het mag door. Chotaoul. En de bal is voor Waterman. Blessure voor Jordi Buijs. Hij grijpt naar zijn knie. Maar daar moet Buijs dan toch geblesseerd zijn geraakt. In duel met Chotaoul. Als hij de bal wil trappen, maar volgens mij Chotaoul raakt. Zo komt er dus een wissel van Willem II en eentje van de Graafschap noodgedwongen. Saïs komt als vervanger van Buijs. Valkens dus voor Lampie. Valkens kreeg meteen een tik op zijn schoen van Rozen. En is eigenlijk nu al een paar seconden bezig met het strikken van zijn veters. Hier komt de kans voor Overgoor. En de ketser van de keeper. Wat een blunder is dit zeg. Van Nicky Maanpa. De Graafschap staat op voorsprong in de 81ste minuut. En hij lacht. Doet dat voorzichtig, maar hij lacht. En dat kan niet gezegd worden van de keeper van Willem II, Nicky Maanpa. Dat zal pijn doen, zeg. Overgoor krijgt de bal voor zijn voeten. En Maanpa, oh, oh, oh. Wat doe je daar? Halilovic. Chotaoul, goed gedaan. Hier is Richters. Komt hij tot een schot. Hij kiest voor Hutten. Hutten. Eigenlijk was de ruimte er al niet meer. Bargas speelt simpel Halilovic uit. Bargas. En nu heeft Ma en Pa hem wel te pakken. En dan volgt er een cynisch applausje van de Willem II supporter. Inderdaad, het is klaar na 35 minuten voetbal in Tilburg. En hij blijft zeer teleurgesteld achter. Want ook in 35 minuten voetbal lukte het niet voor Willem II. Het verliest met 1-0 door een doelpunt van Overgoor. Maar toch vooral dankzij die enorme blunder van Nicky Ma en Pa. De Graafschap viert groot feest, want weer pakt het 3 punten, net als afgelopen weekend tegen Roda. En Willem II het verliest voor de 7e keer op een rij een thuiswedstrijd. En dat is een nieuw eredivisie-record.